Ja. Oké, kerels, ons is hier zo. Ons hier in die Vrystaat vanaand. Kerry by my boezemvriend Toby. En met drie plaasaanvallen. Hoe die boeren nou rol. Hulle het nou een nieuwe type plaashond of een waghond wat hulle gebruik in die aande op die plaas. En ek beloof vir jou, daar is geen moeilikheid hier so in die aand met plaasaanvallen nie. Hulle my sien. Lobongula, kom hier so. Kom hier pa. So ja, baie goeie alarmstelsel op een plaas, natuurlijke leeuw. En dit is hartseer, maar sê reine waarheid hierdie mense, dit is geen sins aansit in een leen hierdie nie. My vriend rarig waar, hier word aanvallen beplan, hulle die inlichting gekry, en hulle het geen ander keuse as om die hierdie leeuw nie aan, om hulle plaashuis los te laat. Hulle het wel een manier om die leeuw weer terug in die kamp te kry, maar is tragies as ons boere tot sulke mates moet gaan, om het onveilig voel. Het is hartseer en die plaasaanvalle is iets verskriklik deesda. Nie te min, het is nog steeds om my een riem onder die hart en sag op die oog om een leeuw in die aand so nabij in die huis te sien. En jy kan nie anders om te sê, dit is maar jou beste waghond wat jy kan kry hierin nie. Ja, hy het al die getuie, hy het al die evidence op, jy weet, so. Sy voet is geloop om toe, Abie. Hallo, ek het lekker op 'n paartjie gery. Hey, ja. Dit is 3 dae terug.